Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Zoals de titel het waarschijnlijk al zegt, zien jullie dat ik vandaag een giveaway voor jullie heb. Ik heb in deze zak super veel make-up zitten. Er zit echt goed veel in. Want ik ga verhuizen. Dus ik heb trouwens, als jullie deze video zien, ga ik binnen een week verhuizen. Maar ik ben wel volle bak aan het inpakken. En volgende week gaat echt de inpakweek worden. Maar ik heb dus mijn make-up schuif leeg gemaakt. En ik heb zoveel make-up die ik niet heb gebruikt. Dus ik dacht, ik ga die weggeven aan jullie. Oké, als eerste hebben we Carmex. Echt mijn all-time favorite lippenbalsem. Echt zo goed als je gesprongen lippen hebt en zo. Ik heb er zo echt 50 of zo. Daarom heb ik er 3 in deze zak gestoken. Ziet er zo uit. Eigenlijk 3 keer hetzelfde. Alleen deze zit in een verpakking, maar je kunt die ook altijd zo kopen. Dus daarom deze. Dan hebben we een lippenstift van L'Oreal. Ziet er zo uit. Ik ga gewoon alles tonen en zeggen wat het is. Dan hebben we Paris Electric Nights. Een Face and Body Luminizer. Ook van L'Oreal. Ziet er zo uit. Een rode lippenstift van Yves Saint Laurent. Dat is zo'n eentje met zo'n borsteltje. Ik heb trouwens niks van deze producten gebruikt. Niks. Dan hebben we van Lancôme een blush stick. Zo uit. Een lippenstift van Naked. In de kleur Pao. Denk ik toch? Ah nee, Zoe. Oké. Mis. Maar dit is zo'n bruin nude tintje. Ook van Naked Beauty hebben we nog een liquid lipstick. In de kleur Zoe. Once again. Dus dan heb je 2 Zoe's. Kun je 1 aan een vriendin of zo geven. En deze is de kleur Lila. Dat is een roze nude kleurtje. Dan heb ik een brow paletje van Bourjois. Voor je wenkies te doen, in te kleuren en te highlighten. Een highlighter en bronzer palet van Lancôme. Super, super, super mooi. Oogschaduw van Benefit, de Dare Real. Ziet er zo uit. Het zijn zo mooie nude bruin kleurtjes. Super mooi voor dagelijks aan te doen. En deze zijn iets meer mauvige kleurtjes. Dus iets paarser, roziger. Ook echt super mooie kleuren. Ach, ik heb er nog 2. Ik dacht dat ze dat waren. Dit is ook weer, dit is meer een goud met kaki. Dus er zit ook altijd een borsteltje bij. En deze is meer zo'n plum. Zeg je dat plum? Paarse kleur. Dus zo uit. Er zijn altijd 2 kleuren in 1 paletje. Dan heb ik de Comme Deux lipgloss, denk ik dat dit is. Ja, het is zo'n rode lipgloss, allee roze-rood. Dan heb ik een oogschaduw van Yves Rocher. Dit is de oogschaduw. Een heel licht kleurtje, maar wel heel mooi voor over je heel ooglid. Ik heb het zelf ook. Dan heb ik nog een lippenstift van Benefit, de Dare Real lippenstift. En dat is zo eentje die zo een randje maakt, super mooi. Er zo uit, is zo wat koraalkleur met rood gemengd. Nog een lippenstift van Maybelline. Red For Me in mat. Ook echt super, super, super cute. Ideaal om als red lip aan te doen. Een meer berry kleur. Deze is Plum For Me. Er zo uit. Dan hebben we een oogschaduw van Bourjois. Een liquid oogschaduw weliswaar. Ik ga hem even open doen.
Oei, ik wil niet smossen. Oh, oké. Het ziet er zo uit. Dus zo zilver. Zilveren kleurtjes. Maar wel echt ook heel mooi. Deze is dan wel eerder zo voor een avondlook. Allee, tenzij je dat overdag wilt dragen. Dat is ook allemaal oké. Dan hebben we Rouge Velvet Lipstick. Ook van Bourjois. Die ziet er zo uit. Dat is ook weer zo'n mooie plumkleur. Ideaal voor de herfst. Oké, we hebben wel eerst nog de zomer. Maar herfst is ook niet meer ver weg. Hè? Dan hebben we een eyeliner met zilveren sparkles. Ook van Bourjois. Een liquid highlighter van Model Co. Dat ziet er zo uit. Een Benetint. Dat is voor uw wangen, rouge op uw wangen te doen, blush, maar dan liquid. Echt grote fan van, maar ik heb er zo zelf al 3. Dus eentje voor jullie. Dan nog een lippenstift No Hesitation van L'Oreal. Ook weer zo'n mooie bruine plumkleur. Nog een lippenstift van Maybelline. In een fel roze kleurtje. Deze is wel ideaal voor als het super mooi weer is. Kijk, mooie kleur. Dan hebben we een Metal Lip Liquid van The Body Shop in de kleur Rose. Dat is zo'n oud roze kleurtje. Een Star Stamp Liner. Die heb ik zelf ook. De ene kant kun je eyeliner doen en aan de andere kant zet die zo sterretjes. Dat is ook super tof als je zo je look eens wat meer fun wilt maken. Ik zou zeggen voor bij festivals, maar we hebben geen festivals dit jaar, dus ja. Dan hebben we een Sephora oogschaduw, ook met 2 tinten. Een meer nude bruin en een meer taupe kleurtje. Een rode liquid lipstick van de Rouge Edition Velvet van Bourjois. Hoe noemt je dat? Crayon potlood. Ah, ink crayon noemt het dus. Superstay lippenstift van Maybelline. En de kleur is dit. Ook heel mooi, oud roze. Dan hebben we de Rouge Fabuleux lipstick van Benefit. En die ziet er zo uit. Ook weer super mooie kleur. Maar ik heb echt 100.000 lippenstiften. Dus ik... Ja, ik doe ook niet heel vaak lippenstift op, dus daarbij. Dan hebben we een lip liner in de kleur Luna van Naked. Dat is ook weer zo'n bruin nude kleurtje. Een eyeliner in de kleur Black van Naked. Dan hebben we nog een van Lancôme een Transforming Matte Glitter Eyeshadow in een zwarte glitterkleur. Kunt je wel iets mooi mee doen, denk ik, samen met die zilveren van Bourjois. Dan hebben we een lippenstift in de kleur No Judgment, noemt deze. Dit is echt een herfstkleurtje, die zou ik echt wel dragen in de herfst. En deze is van L'Oreal. Een heel donker kleurtje, No Prejustice. Ook van L'Oreal. Hier moet je natuurlijk wel voor zijn. Het is echt heel... Het lijkt zwart op camera, maar het is echt heel burgundy. Zo Bordeaux rood. Dan hebben we nog een mooie naturele roze kleur van Maybelline. Dit is de kleur Pink for Me. Nog een liquid lipstick van L'Oreal. Super, super mooi oud roze nude. De kleur staat er niet op. Dan nog een lippenstift van Naked. Liquid lipstick in de kleur Luna. Die gaat ook trouwens perfect bij die lip liner van Naked. Dus deze is allebei de kleur Luna. Dan heb ik een concealer. In welke kleur is dit? Er staat ook geen kleur op. Ah, Porcelein 320. Van L'Oreal. Dit is de concealer. En dan als laatste heb ik nog een hele mooie oogschaduw van Bella Pierre. In de kleur Earth. Dat is zo'n loose mineral eyeshadow. En dit is zo een roze champagne kleur. Ongeveer. Ja. Oké, dus al deze productjes
de laptop niet. It's mine. Al deze productjes kunnen jullie winnen. Wat moeten jullie doen als jullie dit willen winnen? Ten eerste, geabonneerd zijn op dit YouTube kanaal. Ten tweede, Mangel Loop op Instagram volgen. En ten derde, een leuke comment hier achterlaten. En that's it eigenlijk. Ik kies één winnaar. Dat zal hopelijk binnen een week zijn. Volgende week vrijdag. De verhuis komt eraan, dus ik hoop dat ik daaraan ga denken, maar ik denk het wel. Dus heel veel succes iedereen en tot snel!